Dit is Sydney. Box. Sydney is 18 jaar en zit dit seizoen voor het eerst bij de A-selectie van NAC. Het moet kwaliteit zijn en als het geen kwaliteit is, dan word je even afgemaakt. En vorig jaar was het nog wat speelser en nu is het gewoon serious business. Gewoon. Ja, ik geniet er wel van, ja. Sydney is de zoon van Pierre van Hooijdonk. En net als vader Pierre kan Sydney heel goed vrije trappen nemen. Zo. Nee, je kon het balletje wel trappen. En ik ook, maar ik moet nog zeker veel oefenen. Het is nog niet op het niveau wat hij heeft bereikt, maar ik ben ermee bezig en ik hoop ooit dat niveau ook aan te tikken. Maar laten we alvast even de proef op de som nemen. NAC tegen? Heerenveen. Heerenveen, hè? Binnenkant paal, goed getrapt. Keepertje kansloos. Feyenoord tegen, kan je het al zien? Dortmund. Dortmund, hè? Ja. De finale. Deze heb je al vaak gezien, denk ik, of niet? Ja, ik denk wel 100 keer. Dus je moet jij ook naadloos na kunnen doen, of niet? Dat gaan we doen, hoor. Gaan we lukken. Gaat wel lukken. Ja, en dan de ultieme uitdaging. En dat is deze tegen Freiburg. Zo dus! Goeie genade! Ja, ik... Heb ik een hard hoofd in, maar we kunnen het proberen, maar dit is denk ik wel ook zijn allermooiste. Ik ben erachter gekomen dat vrije trappen nadoen niet mijn specialiteit is. Je hebt een andere stijl. Gingen er ook in, hè? Dus tellen ook, zo zie ik het.